Welkom, fijn dat je erbij bent. We gaan hier getuigen zijn van de allereerste oefenwedstrijd van AZ op weg naar het nieuwe seizoen. Vanuit het AFAS-stadion, zoals u ziet, wordt het vernieuwd, verbouwd. En dit zijn de spelers van Genk en hier de trainer, Hannes Wolf. Zij gaan naar binnen, de warming-up zit erop. De grasmat ligt er picobello bij, zoals we gewend zijn in Alkmaar. Heeft de afgelopen maanden flink wat rust gehad. Daar onder andere Koopmeiners. Hij zal in de basis starten. Dat zal niemand verbazen. En hier het stadion van AZ zoals het er nu bij staat. Rechts de staantribunes die zijn gebouwd voor de bandsite. En waar ze mee bezig zijn. Daar de inspanningsfysioloog. En dan gaat over een paar minuten de bal voor het eerst rollen. In de voorbereiding afgelopen maandag is AZ gestart met trainen. De tegenstander Genk in 2019 nog kampioen van België vorig jaar. Bij het afbreken door corona stond het op een 7e positie. Dus geen Europees voetbal voor volgend jaar voor Genk. Maar die zijn al even bezig. Afgelopen week hadden ze een trainingskamp in Zeeland voor de teambuilding. Ze hebben ook geoefend. Onder andere tegen FC Utrecht afgelopen woensdag was dat. Daar werd het 3-3. Stonden vlak voor tijd nog wel met 3-2 voor Genk. Maar Gustafsson vanaf de 11 meters stip maakte de gelijkmaker daarvoor. Werd er vorige week met 4-1 gewonnen door Genk van Excelsior. Dat was in het Genkstadion. En 10 dagen geleden speelde het zijn eerste wedstrijd in de voorbereiding Genk. Tegen Union Saint-Gilles van het tweede niveau in België. Waar het een subtopper is. Wordt met 3-1 gewonnen. Dus Genk bouwt het steeds verderop. De sterkte van de tegenstanders. Vandaag dus AZ. Hier nog wat laatste aanwijzingen. En dan is het afwachten op de beide ploegen. Laat ik eerst beginnen. Misschien wel het allerleukste. De opstelling van AZ de eerste helft. Met in het doel Marco Bizot. Rechts achterin Svensson. Rechts centraal achterin Leeuwin. Links centraal achterin. U ziet het Teun Koopmeiners. Hij dus een linie naar achter. En linksback Owen Wijndal op het middenveld. Klaasie en Mietje met de punt naar achter. Dani de Wit op 10. Gebruikelijk en voorin de verrassing in de spits Abu Ghlal. Normaliter werd hij op de flank gebruikt. Maar vandaag start hij dus op de positie waar Boadu gebruikelijk staat. Idrissi links, dat zijn we gewend. En geen Stenks rechts, maar Gudmundsson bij de start deze eerste helft. Dus een paar wijzigingen deze allereerste oefenwedstrijd van AZ. Waar we natuurlijk nog niet te veel conclusies aan hoeven te verbinden. Hoort erbij natuurlijk in de voorbereiding helemaal de eerste wedstrijd. Ballen jongens, een van de weinigen hier aanwezig in het stadion. Het is een privilege om hier te zijn. Ook weinig mensen van de media en NH's aanwezig. En natuurlijk hier vanuit AZ zelf, clubfotograaf Ed van der Pol linksonder in beeld. Ook hij kiest zijn positie. Heeft gisteren helemaal speciaal een stormparaplu aangeschaft. Waardoor hij de doelpunten niet hoeft te missen. Kunt u later natuurlijk terugzien op az.nl. Terwijl ik hier de opstellingen in mijn handen geschoven krijg op AZ-papier. Ja, toch officieel. De opstelling van AZ hebben we dus gehad. Laten we die van de bezoekers er ook bij pakken. Onze gasten uit Genk. In het doel met nummer 1. Danny Vukovic, dat omdat hun eerste doelman Maarten van der Voort afgelopen week positief is getest op corona. Deze 18-jarige goalie zit daarom nu 7 dagen in quarantaine. Vandaar Vukovic in het doel met nummer 4 Dries Wouters. Met nummer 9 de grote bekende, de topscorer van afgelopen seizoen in de eredivisie. Samen met Steven Berghuis scoorde Cyril Dessers 15 keer namens Heracles Almelo. Het leverde voor hem een droomtransfer op naar zijn grote club, Genk.
Daar heeft hij als kind al van gedroomd. En Cyril Dessers staat daar nu in de punt van de aanval. Geflankeerd door nummer 10 Theo Bongonda. Nummer 17 is Patrick Rozovski. Nummer 20 Mats Müller-Dali. Nummer 21 Jere Uronen. Nummer 24 het 17-jarige Belgische wonderkind Luca Ooyen. Waar dit seizoen veel van wordt verwacht. Met nummer 31 Joachim Malen. 33 John Lucumi. En nummer 46 is voor Carlos Cuesta. En bij beide ploegen veel spelers op de bank. Die zullen ongetwijfeld in de tweede helft inkomen. Zeker AZ zal waarschijnlijk met zo goed als 11 nieuwe namen aan de tweede helft gaan beginnen. Dat is natuurlijk een beetje gebruikelijk bij zo'n eerste oefenwedstrijd. Genk is wat verder in de voorbereiding. Die mogen over niet al te lange tijd alweer starten met de competitie. Want volgende week sluit Genk zijn voorbereiding af in en tegen Lens in Frankrijk. Want over 2 weken start de competitie in België. Voor Genk is dat uit bij KV Oostende, de nummer 15 van het voorlaatste seizoen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan even op het YouTube-kanaal van AZ. Dan mis je helemaal niks tijdens de voorbereiding. U ziet het, abonneer nu. AZ gaat meer oefenwedstrijden spelen zaterdag 8 augustus en 15 augustus. De tegenstanders die worden zeer binnenkort bekendgemaakt. Ik kan u vertellen dat het grote namen zijn in het Europees voetbal. Dus abonneer je nu op het YouTube-kanaal. Ed van der Pol heeft zijn foto's alweer geschoten. Helaas voor lege tribunes, maar fijn dat je meekijkt vanuit de huiskamer. Misschien wel op je vakantieadres in het zonnetje. Hier regent het. Ik had zelf ook nog op weg naar het stadion een toekampparaplu gehaald. Gelukkig heb ik die niet nodig. Ik zit droog, maar respect aan de cameramensen, de fotografen en natuurlijk de spelers op het veld. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon heerlijk voetbalweer. Regen, een perfecte grasmat, onaangetast de afgelopen maanden. Terwijl de rest van het stadion in de steiger staat, staat de grasmat er weer picobello bij. Grasmat hier in Alkmaar natuurlijk al sinds jaren dag verkozen bij de top 2 van Nederland. Heeft de afgelopen jaren ook een paar keer gewonnen. Want in de eredivisie zijn de aanvoerders geven na elke wedstrijd een cijfer aan de grasmat van de tegenstander. Dat is dus de bezoekers die geven een cijfer van 1 tot 5. En AZ staat stevast bovenaan samen met Feyenoord in de Kuip. En hier Marco Bisot. Natuurlijk derde keeper van Oranje, maar stevast de nummer 1 van AZ. Vorig seizoen 17 clean sheets. En vandaar ook nadrukkelijke belangstelling vanuit het buitenland. La Liga zouden een aantal clubs geïnteresseerd zijn in de doelman. Maar ja, dat is zijn gerucht uit de wandelgangen. Valencia, Sevilla, Celta de Vigo. Maar goed, het is allemaal afwachten. Hij staat nu nog onder de lat en jij bent erbij. Daar is de TOS, Teun Koopmeiners. Zo met Danny Vukovic, de doelman van Genk. En dan hoop ik dat u er klaar voor zit met een drankje erbij. Wat lekkers. Nog even het doekje over de lens. Ja. Zoals gezegd, het regent hier in Alkmaar. Het lijkt steeds harder te gaan regenen. Kijken of er ook nog een doelpunt te regen volgt vandaag. De eerste oefenwedstrijd van AZ tegen Genk, de Belgisch kampioen van 2019, is afgetrapt. Koopmeiners dus links centraal achterin. Hij wordt opgejaagd door Dessers, topscorer vorig seizoen in de eredivisie. Svensson. Bisot kiest dan voor de lange variant. Opgevangen door Lucumi. Nummer 33. Appel voor buitenspel, maar het is doorgaan. Mietje doet dat behendig, maar de lijn is iets opgeschoven. En dus een inworp. Frederik Mietje
Fijn dat hij er nog bij is. Zeer belangrijk natuurlijk op het middenveld. En AZ nu dus ook in het nieuwe shirt. Na een aantal jaar Under Armour, nu dus Nike, de sponsor. In dat prachtige nieuwe rode thuistenu. Dessers wordt gezocht. Was naar de linkerkant uitgeweken. Even van positie gewist met die nummer 10, Bongonda. Genoeg snelheid bij Genk voorin. Daar Abouglal, die de overtreding tegen zich krijgt. Het lijkt te gaan met Uronen, die wat last heeft. Lutsumi, de linkercentrale verdediger. Overstapje van Ooyen. Wijndal. Laat over aan Koopmeiners. Die heeft natuurlijk een geweldige trap. Dat hebben we eerder gezien in de arena afgelopen seizoen. Lanceerde uit eigen strafschopgebied Idrissi. En die hoeft hem alleen maar over Onana heen te wippen voor de 2-0. Heerlijke 2-0 zegen van AZ op bezoek bij Ajax. De koploper toen. Uiteindelijk natuurlijk samen geëindigd op 56 punten. Na 25 wedstrijden toen corona zijn intrede deed. Daar Dessers uitgeweken naar de rechterkant. Ooyen, ook Bongonda staat daar dichtbij. Via Idrissi de inworp. Male. Nummer 17 is Rozovski. Cuesta. Lutsumi. Goed druk zetten van AZ met Abouglal dus in de punt van de aanval. Met nummer 17. Afgelopen seizoen veel minuten gemaakt bij Jong AZ. Bongonda in duel met Svensson. Uiteindelijk is het Gudmundsson. De bal bezit de IJslander die afgelopen seizoen langdurig geblesseerd was. Nu de bal bij Dessers. Dessers en herstel door Gudmundsson. Goed mee verdedigd door de IJslander. En de nieuwe voor AZ goed gedaan. Terwijl de reservespelers van Genk hier naast mij gaan zitten. Droog op die laatste paar meters van de tribune op de hoofdtribune. Zo, dan stoot iemand zijn hoofd aan de steiger. Ja, die is zwaar. Er wordt geen invalbeurt voor je. Svensson ondertussen in aanval. Abouglal. Met een beetje geluk bij Mietje. De opening goed gevonden. Idrissi, die kan naar binnen komen natuurlijk. Idrissi, maar vindt daar het voetje van Malen. Bongonda. Mee aan de linkerkant is met nummer 20 Dali Müller. Bongonda onder de mat gestopt. En geel dan voor Mietje. Eerste gele kaart voor AZ in deze voorbereiding is voor Mietje. Opening gevonden aan de rechterkant. Ooyen is degene die de bal als laatst raakt. Klaasie.
Voetballend probeert AZ er hier uit te komen. Leeuwin dan. Wie raakt hem als laatste? Bongonda of Leeuwin? Die gaat in ieder geval naar Genk. Met nummer 21 is dat Uronen. Klaasie. Goede kaats tussen Idrissi en Gudmundsson. Daar de ruimte aan de rechterkant bij Abu Ghla. Naar binnen komen, maar dan is daar nog een teentje van Lutsumi. Corner, de eerste corner van de voorbereiding. Goede actie van Idrissi en Gudmundsson. En dat is het voordeel als je Abu Ghla in de punt zet. Die kan ook als rechtsbuiten. Dus veel positiewisselingen tussen Gudmundsson. Daar met nummer 28 nog even in overleg met de arbiter. En dan gaat de eerste hoekschop van de wedstrijd komen van Teun Koopmeiners. Idrissi. Even terug tot Svensson, de laatste man. Heerlijk combinatiespel van de Alkmaarders. Svensson onderuit gehaald. Doorgaan. Cuesta. Koopmeiners. Terwijl het nog onophoudelijk regent hier in Alkmaar. Dani de Wit draait zich behendig weg bij Rosowski. Idrissi. Combinatie met Gudmundsson net niet lekker. Maar uiteindelijk kan Genk er ook niet uitkomen met Ooyen. Wijndal. Goed verdedigd door Lutsumi, die 22-jarige centrale verdediger van Genk. Naar binnen gekomen door Uronen, maar even op het voetje gestaan. En dus een vrije trap. Cuesta. Dries Wouters. Svensson met een halve ippon, maar niet op de rug. Ook de 35-jarige doelman Vukovic in het spel betrokken. Genk heeft nog moeite om het spel te maken. Ze zijn toch een paar weken verder in de voorbereiding. Maar tot nu toe lijkt AZ die eerste 10 minuten zaakjes prima op orde. Nog geen kans geweest. Maar het spelbeeld bij Vlaag aantrekkelijk. Leeuwin. Koopmeiners opgejaagd door Dessers. Lange bal daar. Belandt hij bij Dani de Wit. De Wit op Abu Ghla. Abu Ghla, ja, die heeft wat moois in gedachten. Komt er alleen niet helemaal lekker uit. Maar de intenties waren mooi via Dani de Wit aan de linkerkant. En Abu Ghla, hij dus in de spits vandaag.
Boadou overigens ook niet bij de selectie. Zit ook niet op de bank. Dus die hoeven we niet te verwachten als je denkt ik kijk voor Boadou. Die hoef je de tweede helft ook niet te verwachten. Wel Ferdi Druijf onder andere op de bank. En speler waar ik zelf groot fan van ben. Hakon Efjen. Noors voetballer van het jaar vorig seizoen. En bij Jong AZ heeft hij al mooie dingen laten zien. Hier Dani de Wit. Met voorbeeld van Persie. Alleen toen liep het iets anders af. Vukovic speelde ooit drie interlands voor Australië. Vriendschappelijke. Hield alle drie de keren de nul. Tegen Colombia, tegen Kuwait en tegen Libanon. 0-0, 4-0 en 3-0. Maar dat is ook alweer 2 jaar terug. Dani de Witte even aangepakt door Carlos Cuesta. Idrisi. In Genk zullen ze ook wel weten dat hij graag naar binnen komt en uithaalt. Als hij rond het strafschopgebied is. Veel ruimte daar bij Svensson. Net als over Wijnal had hij vorig seizoen in de Eredivisie maar liefst 7 assists. Jonas Svensson. Toont me weer de aanvallende intenties van de vleugelspelers van AZ. Ja, de vaste kijkers die zullen dat ongetwijfeld weten. Alleen Boadou en Stenks hadden meer assists vorig seizoen in de Eredivisie. De aanvallers hadden allebei 8 assists. Dani de Wit houdt balbezit. Klaasie. Koopmeiners ziet daar de ruimte bij Idrisi. Vallen en opstaan. De vrije trap mee van scheidsrechter Michael Eichelsheim. Mietje. Ja, lekker balletje tussendoor en daar de vlag omhoog. Dit feest gaat niet door. Dani de Wit. Wel de eerste keer dat netbolt, maar vanuit de buitenspelpositie. Ja, weinig mensen aanwezig in dit stadion. Maar grensrechters, daar was nog wel plek voor. Of assistent scheidsrechters moet je natuurlijk tegenwoordig zeggen. En dat lijkt me een juiste constatering. Leeuwin even terug op Bizot. Ja, die staat uit de koukleum in zijn korte mouwen in de regen. Hij heeft nog niks te doen gehad. Die doelman uit Zwaag. Opgeleid bij West-Friese. En later natuurlijk bij Ajax in de jeugd zitten. Marco Bizot. Cuesta. Bongonda mag doorgaan. Dessers. Slim balletje. Lijkt me ook niks aan de hand. Gudmundsson gewillig naar de grond gegaan door Dali. Mats Moller Dali. Bizot. Anders zou de vlag omhoog gaan voor Dessers. Tot nu toe, ondanks gebrek aan kansen, het eerste kwartier toch een vermakelijk duel. Mooie aanname. Lekker van Dani de Wit. Idrisi, ruimte aan de rechterkant bij Svensson, goed gezien.
Bij de tweede paal, ja. Daar dook Dani de Wit op. Heerlijk balletje van Mietje. De Wit die daar scherp is voor het doel. Voelt nu wel aan zijn knie. Hopelijk valt mee. Net dus al vanuit buitenspelpositie. En nog geen twee minuten later duikt hij weer op bij de tweede paal. Maar de credits ook voor het heerlijke paasje van Mietje. Dat terwijl Genk nog niet gevaarlijk is geweest voor het doel van Bizot. Hier de linksback, Jere Uronen. En Wouters die komt uitzakken met nummer 4 om het spel te maken. Maar Dessers die dat zo inlevert. Lijkt me een handsbal, maar mag ermee door. Lutsumi. Bongonda. Die Bongonda die met zijn haardrag wat doet denken aan Ejuke van Heerenveen. Ook een rappe vleugelspeler. Even aan de aandacht ontsnapt. Dali. Uronen. Vlag blijft omlaag. Daar lijkt me wel een overtreding. Ja, Leeuwin op Uronen, die linksback die mee opkomt. En dan gaat de bal op de stip. Onbesuisde overtreding van Leeuwin op die Finse back die mee opkwam. Gaat wel met heel veel theater naar de grond, maar leek me een juiste beslissing. Ramon Leeuwin. Ja, de scheidsrechter legt nog even lachend uit dat het echt een fout was van de routinier daar achterin. In de eerste penalty, ja. Elke wedstrijd tot nu toe in de voorbereiding heeft Genk penalties gekregen. Ze gingen niet allemaal in. Dessers heeft nog geen penalty genomen. Tegen Utrecht schoot Onuachu, de Nigeriaans international, linksonder. Dessers tegenover Bizot en linksonder in de hoek is het raak. Vorig jaar de topscorer in de Eredivisie, Cyril Dessers, maakt er in de 19e minuut 0-1 van. En hij de gebeten hond Ramon Leeuwin met zijn overtreding op de linksback die mee opkwam. Genk dus aan de leiding. De ploeg die bezig is aan zijn vierde wedstrijd van de voorbereiding. Over twee weken start de competitie voor hun weer. AZ dus afgelopen maandag gestart. De eerste oefenwedstrijd van de competitie. Leeuwin meteen weer even balbezit geven voor wat vertrouwen. Niks aan de hand. De tweevoudig kampioen van Nederland, AZ in 1981 en 2009. Genk, viervoudig kampioen van België. 1999 voor het eerst, 2002. 2011 en dus in 2019, waardoor het vorig seizoen Champions League speelde, Genk. Oh, mooie actie van Gudmundsson die zich ontdoet van Bongonda. Alleen deze bal is wat uit de lood geslagen. Had een beter lot verdiend. Mooie actie van Albert Gudmundsson. Fijn dat hij weer op het veld staat na al die maanden blessureleed. En daar Arne Slot bezig aan zijn tweede seizoen. Ja, begin nu eigenlijk aan zijn tweede seizoen natuurlijk. Was daarvoor al twee seizoenen assistent van John van der Brom. Die naar FC Utrecht vertrok, waardoor Arne Slot werd doorgeschoven. En het natuurlijk uitstekend heeft gedaan afgelopen seizoen. Samen met Ajax bovenaan eindigen. En natuurlijk niet te vergeten, dat weet al AZ-fans. Twee keer gewonnen van Ajax. Hier in dit stadion met 1-0. Door Boadu in de laatste minuut uit de corner. En in de arena later nog met 2-0. Maar
Abu Ghulal, die bal was niet te belopen voor hem. De jonge aanvaller die vorige zomer werd overgenomen van PSV. Zag meer kans in Alkmaar. Idrisi. Twee keer de kaats met de tegenstander. Nu dan maar schieten. Mietje. Bongonda. Terwijl Mietje nog ligt aan de rand van het strafschopgebied, heeft AZ wel weer de bal. Mietje nu op zijn knieën en huppelt weer wat. Terwijl AZ achterin rondspeelt. Die kijkt ondertussen. Leeuwin kijkt ook. Die wijst, ja, daar staat Mietje nog. Is nu op zijn terugtocht naar eigen helft. AZ houdt dus even rust. Ik denk dat Genk kan groeperen met 4-2-3-1 speelt Genk. Dessers dus in de punt. Moet voor het doelpunt zorgen voor rond de 4 miljoen overgekomen van Heracles Almelo. Cyril Dessers. En zojuist scoort hij dus zijn eerste van de dag vanaf de penalty stip. Veel beweging bij Dani de Wit, die van links naar rechts rent. Alleen AZ houdt even de rust. Klaas hier, ruimte aan de rechterkant voor Svensson. Maar dan zit Dali goed in zijn rug om te voorkomen dat de opening wordt gevonden. Die is daar, Abu Ghulal. Idrisi met het balletje tussendoor op Wijndal is doorzien. Wel een inworp. Gudmundsson gebaard. Wil de bal daar in de ruimte hebben. Krijgt hem ook. Dan de overtreding van Abu Ghulal. Op Cuesta. Uronen. Daar is Dessers, maar Bizot had het allemaal al gezien. Cyril Dessers. Eerste goal in dienst van Genk scoorde hij twee weken terug tegen Excelsior. Vorige week was dat trouwens. Toen had Dessers eerst al de lat geraakt en zag een inzet van de lijn. Maar in de 88ste minuut scoorde hij dan uiteindelijk toch. Nu dus tweede goal voor Genk. Hier Gudmundsson op weg naar de eerste voor AZ. Maar dichtgelopen dat gat. En de overtreding op Cuesta. Ja, de centrale verdedigers van Genk zijn veelbelovend. Twee Colombianen, Cuesta met nummer 46 en dit is Lutsumi met nummer 33. Cuesta is 21 jaar, Lutsumi 22 jaar, allebei dus Colombianen. Hier mooi samen in beeld. Goed voetballend via Dries Wouters. Weer de overtreding van Mietje. Heeft natuurlijk al gele kaart te pak. Ziet ook Arne Slot. Die er als altijd rustig bij staat. Cuesta doet zich eenvoudig van Abu Ghulal. Hoogbeen van Dali.
De Wit. Nou, de reservespelers van Genk die gaan weer richting de bank beneden. Zometeen warm lopen voor de tweede helft. Terwijl AZ aanvalt. Wijndal. En een hoekschop. Terwijl Genk wegwerkt, zegt de reservespeler tegen mij, die loopt ook nu weer terug. Ja, de hoofdtribune staat vol in de stijgers. Van ik pas nu op. Ja, dat gaat goed hè. Duimpje omhoog. Hij gaat zo meteen invallen. Zo maak je nog eens wat mee in het AFAS-stadion, waar dus weinig mensen zijn. Alleen select gezelschap aan de linkerkant. Zie ik onder andere in normale kleding Pantelis Hatzidiakos en Myron Boadu. Zij dus niet bij de selectie vandaag. De reserves van Genk die zijn dus weer richting het veld om zo meteen warm te lopen. Bizot. Rustig gevoetbald door AZ. Klaasie vindt daar de ruimte bij De Wit. Abu Ghlal, dit keer vanaf de rechterkant. Gudmundsson in de spits. Wijndal. Idrissi. Ook Genk zal weten dat je die niet moet laten schieten. Hier Wouters. En wederom een hoekschop voor AZ. Koopmeiners gaat zich melden. De captain, de generaal. In korte tijd toch uitgegroeid tot steunpilaar bij AZ ten Koopmeiners. Toch pas 22 jaar, laten we dat niet vergeten. Maar als een grote meneer over het veld. Daar bijna ingekopt door Abu Ghlal. Overleg bij AZ, randje strafschopgebied. Staan onder andere Wijndal, Leeuwin. Dat is natuurlijk een kopper. Daar komt hij, maar Leeuwin vakkundig afgedekt door Cuesta. En in tweede instantie een rolletje. Nu is Dessers vrij bij de middenlijn. Maar Vukovic, de ervaren doelman, kiest voor Uronen. De Finse linksback. En balbezit voor de bezoekers. Terwijl het wel wat droger is geworden, gelukkig in Alkmaar. Voor de cameramensen die hier in de stijger staan. Met hun poncho aan. Genk dat even hoog druk zet. Toch weer wat laat inzakken. Klaasie. Dani de Wit met de loopactie. Veel beweging sowieso bij Dani de Wit. Klaasie. Aan de linkerkant Wijndal met ruimte. Komt hij daar ook? Nee. Idrissi loopt zich vast op Dries Wouters.
Daar gaat de eerste wissel komen. Joris Kramer staat klaar. En dan zal waarschijnlijk Mietje naar de kant gaan. Die heeft al geel. Hij heeft een paar overtredingen gemaakt. En dan Koopmeiners dan op de positie van Mietje gaat staan. Maar eerst deze aanval. Dessers, buitenspel. Vlag is omhoog. Daar komt de wissel. In minuut 32. Joris Kramer komt binnen de lijnen. En dat doet hij inderdaad voor Mietje. Die al een gele kaart had sinds de zesde minuut. En een paar keer wat overtredingen had. En dus komt Kramer links centraal achterin te spelen. En Koopmeiners, zoals gezegd, op de positie van Mietje. Naast Klaasie voor het verdedigingsblok op het middenveld. En Joris Kramer, die over een paar dagen 24 wordt. Dus links centraal achterin. Naast Ramon Leeuwin. Klaasie. Goedmotson en meteen door naar Svensson. Geen voordeel, dus vrije trap voor AZ. Koopmeiners met links. Veel inlopende mensen. Onder andere Leeuwin. Ook Kramer kan koppen. Daar is Kramer. Maar kan de bal niet goed raken. Die verdediger uit Heilo. Die ook al sinds jaren dag bij AZ in de jeugdopleiding zit. Kwam over uit de jeugd van Foresters 11 jaar geleden. Joris Kramer. Amper binnen de lijn en meteen een kopkans. Deze bal is start. Van Bongonda op Uronen, die linksback die mee opkwam. Kramer. Kaats met de arbiter. Leek ook op Hens van de scheidsrechter. Daarom fluit hij even Michael Eichelsheim. Kramer. Bongonda. Overtreding van Goedmotson. Die weer even aan zijn knie zit. Laten we hopen dat dat niet zo ernstig is. Maar op een lange tijd uitgelegen met een knieblessure. Albert Goedmotson. Alhoewel hij nog steeds aan zijn knie zit. Dus ik hoop dat het meevalt. Terwijl AZ wel aanvalt. Aan de linkerkant die Driesie weg. Maar het gaatje dichtgelopen door Patrick Rozowski. Maar Goedmotson nog steeds in de middencirkel. Je ziet hem met nummer 28 net beeld uit. Hopen dat hij het eruit loopt. Klaasie. Idrissi de Wit gaat buitenom. Kan Idrissi mooi naar binnen komen. Wat hij het liefst doet. Idrissi. Ja, weet dat toch slim te doen. Leek balverlies te leiden. Maar dan toch de overtreding van Dries Wouters. Vrij trap AZ. Lijkt me wat ver voor Koopmeiners om in ene te schieten. Dat is toch zeker 30 meter. Daar Abou Ghlal.
Hij dus in de spits. Komen Einders. Nee. Mislukte poging. Van Ten Koopmeiners. En rechts ziet u de staantribune die dus is gebouwd. Waar Zet meteen mee bezig is. Niet alleen dak, maar ook dus staantribune. Bij de bandside voor meer sfeer. Als er straks weer met publiek gevoetbal mag worden. Een van de spaarzame momenten dat Genk richting het doel van AZ komt. Voor de mensen die later inschakelen. Het is 0-1 door een penalty van Cyriel Dessers in de 19e minuut. Na een overtreding van Leeuwin op de mee opgekomen linksback Uronen. Een beetje onbezonnen inkomen door Leeuwin. Maar het is eigenlijk de enige keer dat Genk gevaarlijk is geworden. Niet dat AZ er veel kansen tegenover heeft gesteld. Maar gevoelsmatig heb ik toch het idee dat AZ de wedstrijd wat beter onder controle heeft. En voetballend wat beter is. Hier dan Gudmundsson. Dit is een mooie kans. Daar is Abu Ghlal afgestopt. Een mooie aanval via Gudmundsson die de ruimte zoekt. Abu Ghlal die nog wacht op een echt bruikbare bal daarvoor het doel. Hoekschop weer vanaf de rechterkant. Daar alle reservespelers van Genk die net hier naast me zaten tussen de stijgers op de hoofdtribune. Idrissi en Bongonda. Bijna op de lens van fotograaf Ed van der Pol die daar zit. Achter het doel. Als een van de weinige mensen in het AZ-stadion. Daar bij het Nike reclamebord. Doet nog even zijn haar goed. Idrissi met de hoekschop vanaf de linkerkant. Kramer en het is Vukovic. De doelman met de vuist. Ja, bij AZ zijn op dit moment Kramer en Leeuwin toch de koppers die gezocht moeten worden bij hoekschoppen als dit. Leeuwin die zelfs nog een keer in de bekerfinale heeft gescoord. Dessers, ja, veel sneller natuurlijk dan Leeuwin, maar op het natte gras hier in Alkmaar, want het heeft de hele ochtend zo'n beetje geregend. Tot een aantal minuten geleden rolt de bal lekker door, De Wit. Abu Ghlal loopt zich vast. Herkansing via Klaasie. Wijndal met de voorzet en De Wit. Ja, die raakte verkeerd. Die raakte hem op zijn kuit in plaats van op zijn voet. Weer een mogelijkheid voor Dani De Wit. Op basis van deze eerste 40 minuten van het seizoen zou hem toch bijna in je coach van het jaar team nemen als middenvelder. Als hij zoveel kansen krijgt en die ook nog gaat afmaken in de loop van het seizoen. Dan kan dat nou nog wel eens een gouden greep zijn, Dani De Wit. Komt veel voor het doel. Gudmundsson. Goed naar de opening naar links. Wijndal. Wouters voordat Abu Ghlal iets met die bal kan. Bij AZ gaan ook een paar mensen warm lopen. Het is Ferdi Druif, Thomas Ouwejan, Kenzo Goudmijn, Sugawara en Richenol Margaret. Omdat AZ waarschijnlijk dus ook de tweede helft met een compleet ander team gaat spelen. Het zou ook goed kunnen betekenen dat we in de tweede helft de nieuwe keeper te zien krijgen. Nieuwe oude keeper kunnen we beter zeggen. Hobie Verhulst.
was al eens jarenlang derde keeper bij AZ, nadat hij uit de jeugd kwam hier in Alkmaar. Toen is hij via Volendam, waar hij een aantal seizoenen vaste keeper was, de afgelopen 2 jaar naar Go Ahead Eagles eerste keeper geweest. En nu dus terug als tweede keeper achter Marco Bizot. Maar dat is allemaal voor later zorg. We hebben eerst nog de eerste helft te voltooien. In ieder geval 3 minuutjes zal niet veel meer bijkomen. We hebben geen drinkpauzes gehad. We hebben geen zware blessures gehad. Wel een handsbal. Bij deze. Van Joachim Malen. Dani de Wit, hij dus de meest gevaarlijke AZ'er voor de rust. Had de bal in het net liggen na 14 minuten. Alleen deed dat vanuit buitenspelpositie. Later kreeg hij, een paar minuten later, nog kans bij de tweede paal. Klaasie. Dani de Wit. Goedmotsel. Balletje tussendoor, maar ja, daar staan 3 blauwhemden. Kramer ramt de bal de stijgers in. Want dat is het bij de hoofdtribune. Het dak is natuurlijk over het hele stadion af. Ook bij de hoofdtribune staat volledig in stijgers. En op een van die stijgers staat onze cameraman. Met gevaar voor eigen leven, zou je bijna zeggen. In ieder geval is het nu droog. De laatste 2 minuutjes van deze eerste helft. De eerste oefenpot van AZ. De 4e van Genk. Zijn dus veel verder in de voorbereiding. Stand is dus wel 0-1. Maar zoals gezegd, Genk niet gevaarlijk geweest voor het doel. AZ een paar keer, maar niet echt uitgespeelde mogelijkheden. Maar ja, wat verwacht je als je net een paar dagen in training bent? AZ dus maandag begonnen. Wouters. Daar ligt de ruimte bij Joachim Malen, de rechtsback. Goede onderschepping van Wijndal. En meteen Abu Ghlal zoeken. Ja, kan die dan op snelheid langs Lutsumi? Krijgt wel een vrije trap mee. Dan moet AZ snel bijsluiten. Terwijl er nu een waterig zonnetje doorbreekt in Alkmaar. Joris Kramer. Klaasie. Nog één aanval voor AZ, voor de gelijkmaker zo voor rust in die laatste minuut. Zou op basis van het spelbeeld verdiend zijn. AZ lichtelijk de bovenliggende partij, maar zoals eerder gezegd, tot echt kans heeft het niet geleid. Dessers kan de bal niet meer inhouden. Ja, ik wilde al zeggen, ja, dat kunnen we net zo goed meteen stoppen en dat gebeurt ook. Iets minder dan 45 minuten gespeeld, maar wat doet er toe? Het zou een inworp zijn. De eerste oefenwedstrijd van AZ eindigt in een ruststand van 0-1. Doelpunt in de 19e minuut vanaf de penaltystip. Cyriel Dessers met nummer 9 daar. Even wat omhelzingen. Ja, natuurlijk jarenlang in Nederland gevoetbald. Afgelopen seizoen bij Heracles, topscorer van de Eredivisie geworden. Voor Idrissi, die hij nu even mee jengelt. En Dessers natuurlijk daarvoor 2 seizoenen bij FC Utrecht en bij NAC Breda. We gaan hier overleggen en dan zullen we straks terugkomen met 2 compleet nieuwe teams te verwachten voor de tweede helft van AZ tegen Genk. 0-1 dus de ruststand. Doep te maken met nummer 19, Cyriel Dessers. Steeks die daarvan profiteert. En de bal zo bij Vincent Guevara.
Hallo? Hey, hallo. Wij zijn AVAS. Je kent ons van dit theater, deze muziekbox en deze gasten. Maar wat doen we nu precies? AVAS inspireert beter ondernemen. En dat doen we met deze mensen, dit product en op onze eigen manier. Wij vinden dat software ook maar een stuk code is als je het niet goed gebruikt. Doe dat wel, dan levert het tijd op. En daar kan je wel wat beters mee doen. Ja, dat bijvoorbeeld. Wil jij ons nog een keer ontmoeten? Check dan www.avas.nl. Onderweg in Alkmaar, ook hier, is het seizoen 2019-2020 begonnen. Goeie bol van Idrissi. Boadou, Boadou. En dan is het raak. Dan is het eindelijk raak voor AZ. Als je van denkt, is goed. Boadou. En daar is de derde. Het gaat hard. Jan schiet dan, tegen Stenks aan en krijgt nog een schotkans en die vliegt erin. AZ vlak voor rust over Ozen. Met links, Stenks, ja! Calvin Stenks, wat is hij ongelooflijk belangrijk. Koopmeiners is de specialist en dus is het 5-1. Nu misschien de mogelijkheid om te gelijk maken voor Boadou. Boadou doet het! Het is 2-2! Idrissi, Owen, Wijndal is in aantocht. Idrissi heeft het gezien. Wijndal, weer zo'n aanval. En nu wordt het wel afgerond. Dan is het 1-0 voor AZ. Beweging bij een aantal mensen. En Stenks die daarvan profiteert. En de bal zomaar binnenschiet. Witcher. Nou dan, raak. Geen wel buitenspel. Vlag is omhoog. Sorry. Idrissi, komt er nog een zesde. Als het aan Idrissi ligt wel, daar is de zesde. De paas van Stenks, Boadou. Boadou, ja, dan is het wel raak. Meegelopen is Wijndal. Wijndal 2-0. De Wit met de hak. Dat is een geweldige treffer. Hatsidiakos. Hatsidiakos. Daar is hij dan alsnog in de extra tijd. Micho. Nou, Micho, die valt binnen. Nou, Hatsidiakos, dat kan hij. Dat liet hij ook zien. Van de week in de competitie. En nu de gelegenheid om meer. En dat wordt nog feilloos afgemaakt, zegt Idrissi. Wat doet hij dat goed? Mietje heeft hem dan niet helemaal onder controle. Wel de voorzet. Daar is Druijf weer. Ja! Ja, ja, ja! Ferdi Druijf! Hij is de held van Alkmaar. Het is afgelopen. AZ overwintert. Wat een krankzinnige wedstrijd was dit. Hier de supporters uit Alkmaar. Dat zijn er een heleboel. En hier het mooie moment voor de spelers van AZ als die toch heilige grasmat van Old Trafford betreden. Nu gaat hij binnen. Heeft AZ toch dat doelpunt te pakken? Je weet wat hij doet. Dat zorgt voor balbezit en een kans voor Boadou om de score te openen. Dat doet hij. Het is de vierde minuut. Idrissi. Geweldige bal van achteruit. Idrissi. Nu wel 2-0. Wat een waanzinnige bal van achteruit. Arno wordt bedankt op velerlei wijze. Idrissi. Goed, doorgelopen Wijndal. Wijndal! Ho, ho, ho. Ho. Hard en hoog. Binnengeschoten, AZ op 2-0.
Ben jij al koning bij Vomar? Met de Klant is Koningkaart profiteer je van extra voordeel bij je boodschappen. Je spaart voor keiharde knaken, waar je ook nog eens 6% premie over ontvangt. Daar kan geen bank tegenop. Zo werkt het. Voor elke euro die je aan boodschappen koopt, kun je voor 10 cent spaarpunten bijkopen. Die automatisch op je Klant is Koningkaart worden bijgeschreven. Bijna ongemerkt spaar je een flink bedrag bij elkaar. Hoe meer boodschappen je doet, hoe meer je kunt sparen. Neem je gespaarde punten op wanneer je maar wilt in een van onze winkels en ontvang 6% premie cadeau van Vomar. Ontvang je geld contant of laat het op je bankrekening storten. Zo zet je eenvoudig iets opzij voor wanneer het jou uitkomt. Bijvoorbeeld een vakantie, een cadeautje voor jezelf of een ander of een dagje uit met het hele gezin. Haal nu de Klant is Koningkaart op in de winkel. Registreer hem online en start meteen met sparen. Haal meer uit je spaargeld en word ook koning bij Vomar, jouw supervoordeelmarkt.
Welkom terug. U zag de beelden natuurlijk al hier in het AFAS-stadion. Dat schitterend verbouwd wordt. En over een paar minuten zal de tweede helft van start gaan van de allereerste oefenpot van AZ. In de aanloop naar het nieuwe seizoen. 0-1 dus de ruststand. Vanaf 11 meter was het Cyriel Dessers na 19 minuten. Met alweer zijn derde doelpunt in de voorbereiding. 3 wedstrijden op rij weet hij te scoren. Afgelopen week ook tegen FC Utrecht. Waar Genk 3-3 tegen speelde. Daar de reserves van AZ. En zoals gebruikelijk bij oefenwedstrijden zal AZ waarschijnlijk een groot deel van die 11 vervangen. Ik zie onder andere Hobie Verhulst nu richting het doel lopen. Die zal ongetwijfeld wel weten dat hij straks naar het andere doel moet lopen. Want ook het nieuwe seizoen 2020-2021 is het gebruikelijk om in de rust van de helft te wisselen. Genk gaat nog even naar binnen. Onder andere met de geblondeerde haren met opvallend kapsel is normaliter de captain De Waast. En dan kunnen we ons zo opmaken voor de tweede helft van AZ tegen Genk. AZ dat hierna nog een paar aansprekende tegenstanders treft hier in Alkmaar. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat is over 2 weken op zaterdag 8 augustus en zaterdag 15 augustus. De aansprekende tegenstanders die worden later nog officieel bekendgemaakt. Maar je kunt het allemaal volgen hier via de YouTube-kanaal van AZ. Dus abonneer je nu en mis die wedstrijden niet. 8 augustus en 15 augustus dus. De volgende grootste oefenwedstrijden van AZ hier in Alkmaar. De Europese tegenstanders van formaat, die vind je allemaal hier via het YouTube-kanaal van AZ. Abonneer je en blijf op de hoogte van alle verrichtingen. Terwijl het zonnetje hier heerlijk gaat schijnen in Alkmaar. Ik mijn hangmat hier kan ophangen voor de tweede helft. In het dakloze stadion. Daar de spelers die het de tweede helft gaan doen voor AZ. Met nummer 26 op de rug gezien, Sugawara. Laten we beginnen met Hobie Verhulst in het doel. Hij dus overgekomen van Go Ahead Eagles, maar in de jeugd natuurlijk wel bij AZ gezeten. Sugawara, Peer Koopmeiners, het broertje van Teun, Kramer blijft staan. Goudmijn, Oosting en Reinders op het middenveld en voorin. Tabouni, Druif en het Noorse talent en ook Noors speler van het jaar verkozen vorig seizoen. Håkon Evjen daar aan de rechterkant van Arne Slot. Ik heb hem een paar keer zien spelen bij Jong AZ. Ik was er zeer over te spreken. Links overigens Mo Tabouni. Ook een enorm groot talent uit de AZ-jeugdopleiding die eraan komt. De Thijs Oosting. Die dit seizoen ook is overgeheveld naar de A-selectie vast. Deze groep moet het gaan doen. Krijgt de laatste aanwijzingen van Arne Slot. Voor hun ook een moment om zich te bewijzen, onder andere ook Thomas Ouwejan natuurlijk als captain deze tweede helft. Vorig jaar de basis gespeeld door Owen Wijndal. Ferdy Druijs zal ook loeren op zijn kans. Zeker nu Myron Boadu hier in gewone kleding vlak naast mij zit. Druijs die al fantaseert over een doelpunt. Heeft natuurlijk een goede reputatie tegen Belgische ploegen. Veel van deze spelers zullen dus komend seizoen te zien zijn bij Jong AZ. Maar krijgen in de voorbereiding volle bak de kans. Hier Evjen.
die afgelopen januari is aangesloten bij AZ. Dat hem vorig seizoen al had overgenomen, vorige zomer, maar liet hem nog spelen bij de nummer 2 uit Noorwegen. Hij werd daar prompt verkozen tot talent en tevens speler van de Noorse competitie van het jaar, Håkon Evjen. Dus daar hopen we bij AZ veel plezier aan te beleven. Aan de slot. Ik hoop toch de tweede helft wat meer goals te zien van AZ. Minder gaat natuurlijk sowieso niet lukken, maar het zou wel fijn zijn. Voor bijvoorbeeld een speler als Freddy Druif. Daar het doel dat schoongehouden moet worden. Door Hobby Verhulst. Hij heeft jarenlang dus in de jeugd keeper AZ. Tot aan jong AZ, tot derde keeper. Toen is de inmiddels 27-jarige keeper naar Volendam gegaan. Hobby Verhulst. Daar in zijn groene tenue. Even een praatje aan het maken met Peer Koopmeiners. Voordat hij naar Volendam ging, ging hij natuurlijk een seizoentje naar MVV. Dat was niet zo succesvol, maar bij Volendam is hij toch uitgegroeid. Tot 3 seizoenen eerste keeper. Daarna 2 seizoenen Go Ahead Eagles eerste keeper. Allebei dus op het tweede niveau in Nederland. En nu is hij gehaald als stand-in voor Marco Bisot. Hobby Verhulst. Linksbenige doelman terug op het oude nest. En wat zal hij het fijn vinden om hier in het stadion te kunnen keepen. Bij de tweede helft tussen AZ en Genk. Ook bij de bezoekers een hoop wisselingen. Maar daar komen we gaandeweg de tweede helft wel achter. De man die hier keihard zijn hoofd stoot tegen de steiger staat klaar voor de aftrap. Het is Odé die de wedstrijd in gang heeft gezet. De tweede helft. Leiding dus voor Genk door een penalty in de 19e minuut van Cyril Dessers. Na de overtreding van Leeuwin op de linksback. Dan zet meteen aanvallend gestart Owe-Jan. Kramer. Reinders. Oosting met het overstapje. Kramer wild op Odoi. De Waast. En dan heeft Motabuni last. Paas van de Waast op de Norre. Over de zijlijn. Captain Owe-Jan. Kramer gekozen door Verhulst om terug te spelen. Nu dan via Owe-Jan en daar het eerste balcontact voor Hobby Verhulst. Mooi dat hij terug is op het oude nest. Alleen zijn eerste paas is niet goed. Wel duimpje omhoog van Sugawara. Voorzet bereikt net niet Onuachu, de Nigeriaanse international, met nummer 18. Paintsil, de rappe Nigeriaan met nummer 11. Of Ghanese is dat. Inworp voor de Norren. Odé.
matige paas van Adewoye. En Vukovic. Hij wel blijft staan, de keeper. Komt onder andere omdat de vaste nummer 1 van de Fort afgelopen week positief is getest op corona. Hij dus 7 dagen in quarantaine. Daarom Vukovic de hele wedstrijd in het doel. Ferdi Druijf goed doorgejaagd. Hier op die 35-jarige Australische doelman. Peintzel. Dat is wel mooi. Borges dos Santos Neto. De linksback met de inworp. Oosting lijkt er langs, maar Genk kan het gevaar voorkomen. En voor Thijs Oosting, vorig seizoen gedebuteerd bij Jong AZ, werd samen met Motabuni deze zomer definitief overgeheveld naar de A-selectie. Scoorde aan de lopende band, Thijs Oosting. En hier dan, hier heeft hij de gelijkmaker op de schoen, Thijs Oosting. Maar heeft zijn vizier niet goed staan. De grootste kans tot nu toe voor AZ is dus voor Thijs Oosting op aangeven van Motabuni. Die kennen elkaar natuurlijk ook goed uit de Jong AZ. Voelen elkaar goed aan. En net als ik zeg dat Oosting afgelopen seizoen de goals aan elkaar reeg bij Jong AZ. Als middenvelder. Ook de assist overigens. Mist hij de grootste kans van de wedstrijd tot nu toe. Zo, Sugawara. Even over de schoen bij Borges Neto. Het spel. Reinders die goed was doorgelopen. Afgelopen half jaar verhuurd aan RKC Waalwijk. Nou, veel is hij daar niet in actie gekomen natuurlijk door corona. Terwijl hier tussen de stijgers door Boadou ook een plekje zoekt. Samen met De Wit en Koopmeiners op de tribune om te genieten van de tweede helft. Verhulst. En dan de bal is laatst geraakt door Limbombe. Broertje van de Limbombe die we in Nederland kennen. Van zijn tijd bij NEC. Anthony Limbombe is dat. Zijn broertje speelt dus bij Genk. Voorzet van de Norre. Maar wegwerken. Tabuni leeft alleen in. Verhulst coacht vooruit, maar Genk houdt balbezit op de helft van AZ. Borges scoorde nog tegen Excelsior, de linksback. Maakte de 3-0 tegen de Kralingers nadat Dessers de 4-1 nog maakte. Hier weer de Norre, de rechtsback. Peintzel. De Waast, vaste aanvoerder van het team. Bal diep richting Tabuni.
De Waast en Adewoye nu van kant gewisseld. De Waast nu links centraal achterin. Adewoye rechts centraal achterin. Bal diep op Onuachu. Goed gebukt van de scheidsrechter. En de Norre, de rechtsback die net kan binnenhouden. Mooie actie. Is dit van Elias. Daar bij de tweede paal binnengekopt. Maar buitenspel voor Onuachu. Dus kan AZ opgelucht ademhalen. Reinders wordt daar neergehaald door Elias. Goed ingestapt door de man met nummer 80, Dwomo. Lijkt me wat theatraal naar de grond. Maar het is ook buitenspel. En anders vond ik het ook een vrije trap voor theater. De Norre. Daar ligt de ruimte. Paintsil die is snel. De Ghanese Paintsil maar verhulst met de vuisten. Grote kans voor die Ghanese. Vrije doortocht naar Hobby Verhulst. De hoek is moeilijk. Maar uitstekend werk van Verhulst. Paintsil die op 19-jarige leeftijd debuteerde voor Ghana. Voor het Ghanese elftal. Maar daar bleef het bij. Hij heeft later nog wel een keer in de onder 23 gespeeld. Komt omdat hij ook pas 22 jaar is, die Paintsil. De Norre heeft veel ruimte aan de rechterkant. Maar dit is een ziekenhuisbal. Krijgt wel zijn excuses van Dwomo. En hier Ferdi Druif. Voor hem zijn de ogen gericht natuurlijk voor doelpunten. Maar tot nu toe is het Genk de bovenliggende partij deze tweede helft. Onuachu kopt door, maar dan is het Limbombe die hem net niet lekker meekrijgt. Reinders krijgt de bal niet tot bij Druif. Håkon Efjen. Nog weinig gezien die Noor. In de eerste 12 minuten van de tweede helft. Dat is jammer, want als die technisch beschaafde speler de bal krijgt, dan weet hij altijd wel wat goed te doen. Deze Håkon Efjen. Deze bal gaat via de schoen van Dwomo over de zijlijn. Ferdi Druif tegenover de Waast. Ja, Genk heeft veel basisklanten het veld ingestuurd deze tweede helft. Waar AZ natuurlijk juist met wat jonger spul eerder de selectie van jong AZ hier aantreedt. Wel heerlijk zonnetje. Dat dan weer wel. En hij moet het in het gereel zien te houden. Michael Eigelsheim. De scheidsrechter. Goudmijn. Oude Jan met een matige paas zit Onuachu tussen.
Duomo, ja, mooie actie hoor. En hier een hele matige paas van Adewoye. Achter de Waast, inworp voor AZ. Adewoye ook pas 20 jaar afgelopen zomer geworden. De Nigeriaanse Belg. Dus ook bij Genk veel jong talent. Goudmijnen, dan gaat de inworp naar Genk. Ja, Genk dat afgelopen november op Anfield Road aantrad tegen Liverpool. Tegen de ploeg van Jurgen Klopp werd met 2-1 verloren. Maar de trainer van Liverpool, die grote complimenten gaf, had lovende woorden over voor de Belgische talentenfabriek van Racing Genk. Vukovic hier die de bal weg moet koppen. Borges Neto. Opgevangen door Peer Koopmeiners. Het jongere broertje dus. Van Teun. Peer Koopmeiners is afgelopen mei 20 jaar geworden. Teun dus in februari 22. Peensel. Goede loopactie van Onuachu, maar die staat buitenspel. Maar om een verhaal af te maken, de lovende woorden van Jurgen Klopp. Want spelers die onder andere bij Genk zijn opgeleid. Zijn Origi, die nu zelf bij Liverpool speelt. Kevin De Bruyne bij Manchester City. Thibaut Courtois natuurlijk, de keeper van Real Madrid. Die net het kampioenschap binnen heeft gehad. En Koulibaly van Napoli, zomaar wat spelers. Daar de goal niet. De kans voor Evjen. En dat is Oosting natuurlijk. Tweede kans al voor Thijs Oosting. Die veel voor het doel komt. Eigenlijk net als Dani de Wit in de eerste helft. Zo komt Oosting ook veel in schietpositie. Even het handje van Oosting. Duomo. Geen gevaar. Peer Koopmeiners op Joris Kramer. Voor hem wordt een belangrijk seizoen, Joris Kramer. Wordt binnenkort dus 24. Zal toch zijn minuten moeten gaan maken in het eerste. Hij heeft ook nog een eenjarig contract. Deze Joris Kramer uit Heilo. Geschoold bij de Foresters voordat hij jaren geleden de jeugdopleiding bij AZ is binnengewandeld. Peer Koopmeiners. Met rechts wat zijn broer met links kan. Terugleggen. Tabouni, schitterende actie. Maar dan wordt de bal net voor zijn voeten weggesnoept. Rijn dus te laat. Maar Peensel blijft op de been. Maar af en toe ziet er veelbelovend uit. De aanvallen van AZ. Peensel levert de bal in bij Kenzo Goudmijn. Ook onlangs zijn contract nog verlengd. Reinders. En De Waast. Odee naar de grond. Oh, heerlijk balletje van Reinders en daar Oosting. Nee, het is Vukovic met een handje. Maar wat een heerlijk paasje van Reinders op Oosting. En dat is al de derde kans in... Nog geen 20 minuten voor Thijs Oosting. Is steeds dicht bij een doelpunt.
maar de hand van Vukovic. Die ervaren Australisch doelman. Nu dan Druif. Druif, daar Evjen. En wederom Vukovic die Genk op de been houdt. Nu de tegenstoot verijdeld door Reinders. Goede fase van AZ. Naast Oosting dus ook kans voor deze. Evjen. Weggestuurd door Druif. Odé. Op de Norre. Veel ruimte daar aan de rechterkant. Daar gaat Peentje. En Oude Jan. Hoekschop. Maar de afgelopen minuten dus een paar veelbelovende aanvallen voor AZ. Oosting en Evjen. Dicht bij het eerste doelpunt van AZ. Daar Hokkon Evjen met twee handen op de knieën. Op zijn prachtige roze schoenen. Elias gaat hem nemen. Elias Sierra. De 18-jarige. Een van die aanstormende talentjes. Verhulst. En Druif. Hoekschop vanaf de andere kant nu. Met nummer 80 op de rug gezien. Dwomo, 16 jaar jong pas. Hij brengt veel lengte mee het strafschopgebied in. Maar dan gaat de bal bijna het strafschopgebied uit. De Norre. Aanval blijft in leven. Daar Onuachu. Maar die gaat ver naast. Het is bijna een inworp. Boomlange Onuachu. Oude Jan, schitterende actie, maar wordt dan even gehaakt door Peentsel. Kenzo Goudmijn. Reinders. Wat meer controlerend spelend. In Jong AZ heeft hij veel op de teampositie of wat aanvallender gespeeld op het middenveld. Ja, wie raakt hem als laatste? Is het Tabouni of is het Elias? Oude Jan. Loopactie van Druif. Schitterende controle bij Ferdi Druif, maar dan is het Borges Neto die in zijn rug zit. En daar de bal over Onuachu heen. Kramer. Tabouni wil de bal aan de linkerkant. De bal gaat richting Ferdi Druif. Die staat tegenover de Waast. Niet de minste speler bij Genk. Reinders. Reinders op avontuur. Dat kan niet als de beste. Evjen vindt de ruimte bij Tabouni.
Alleen de inzet van Ouwejan richting Oosting is dan onderschept. En Koopmeiners mag dan weer een nieuwe AZ-aanval inluiden. Samen met Joris Kramer. Het is alleen snel ten einde. Peensel. Daar gaat Odé. Aan de bal voorbij. Niks aan de hand. Appel voor Hens van Peer Koopmeiners. Tabouni. Ouwejan. Daar Ferdi Druif. Reinders. Mooie beweging. Reinders daar het meenemen van Efjen. En weer Vukovic. Schitterende actie. Reinders op Efjen. En dan is het wederom Vukovic. Voorzet weggewerkt door Sugawara in de voeten van Onuachu. De Norre. Koopmeiners voordat Onuachu gevaarlijk kan worden. Reinders. Technisch begaafde speler. De middenvelder die altijd rust uitstraalt. Tijani Reinders. Was er zelfs Soentje Vruur thuis jong aan RKC Waalwijk. Ja, veel heeft hij daar niet gespeeld door corona. Even inhouden van Efjen. Reinders ziet daar de ruimte bij Mo Tabouni. Goudmijn gaat er zelf overheen. Daar gaat Goudmijn, dan gaat hij wel heel gemakkelijk neer. Lijkt mij toch gewoon een doeltrap, maar... Is het een hoekschop volgens arbiter Eichelsheim? Volgens mij was het Goudmijn die als laatste de bal raakte, maar goedkope hoekschop. Daar een wissel aan de kant van Genk. Nygren komt binnen de lijnen voor de laatste 18 minuten. En Limbombe gaat naar de kant. Maar wat belangrijker is, de hoekschop voor AZ. Goedkoop gekregen, maar het zal lekker zijn als hier de gelijkmaker uitkomt. Ouwejan. Sugawara. AZ dus de afgelopen minuten veel kansen gehad. Meer kansen dan in de hele eerste helft. Kramer met de bal en dan een schitterende pegel van Druif. Maar wederom Vukovic. De staande weg. Het is aan die Danny Vukovic, 35-jarige Australiër, te danken dat Genk nog geen tegengoal heeft. Nu droge kral van Druif, daarvoor natuurlijk Efjen en een aantal keer Oosting. AZ klopt op de deur, maar Vukovic doet tot nu toe niet open. Hier Borges Neto, de linksback, mee naar voren, gaat er iedereen voorbij.
Bij AZ staat de volgende wissel klaar. Maxime Gullit gaat erin komen en Reginald Margaret. Krijgt de laatste instructies. Håkon Evjen ziet de ruimte aan de rechterkant bij Sugawara. Daar Druif, maar daar gaat hij overheen. En dan is hier de wissel aanstaande. Nee, nog even doorgaan. Terwijl Margaret en Gullit aan de zijlijn klaarstaan. Auwe Oosting. Reinders ruimte aan de linkerkant bij Auwejan. Buitenkantje voet, lekker gegeven door Reinders. Nu dan, Druif. Kan hem alleen maar schampen. Kan geen richting meegeven. Freddy Druif. Net met een heerlijke knal. Leek de 1-1 op de schoen te hebben, maar... dan lijkt hij meteen gewisseld te gaan worden. Joris Kramer gaat eruit voor Maxime Gullit. In de 75e minuut. Kramer kwam dus al voor rust voor Mietje. Gullit is een linksbenige centrale verdediger. Gaat dus links centraal achterin staan naast Peer Koolmeiners. En Ferdi Druif verlaat ook na 30 minuutjes voor hem het veld. En hij wordt dus vervangen door Reginald Margaret. Opgeleid bij Vitesse. En vorig jaar ook al spelend bij Jong AZ. Taboudi hier met de schot. Tot nu toe de minste poging van AZ deze tweede helft. Maar hij heeft toch al een aantal middels een karrenvracht aan ballen op doel gehad. Die tweede helft. Maar het is nog wachten op een doelpunt. Het laatste kwartier. Ga er maar goed voor zitten. Dit de staande weg. Vukovic, doelman. Koopmeiners. Goudmijn, schitterende controlebal, ligt meteen stil op de voet. Reinders. Links Auwejan mee. Reinders wordt gecoacht. Even terug tot Maxime Gullit. Het zoontje van Ruud uiteraard. Maar dat zult u ongetwijfeld al weten. Hobie Verhulst. Maxime Gullit. Ja, dat is een aardige bal richting Reginald Margaret. Maar goed verdedigd met het lichaam. Adewoye. Vukovic. Cadeautje. Oosting. De Norre, de 23-jarige rechtsback op Onuachu. Daar komt Borges Neto. Onuachu bij de tweede paal, maar doorzien door Aoyan. Sugawara. Pirko Meiners. Zo kabbelt deze eerste oefenwedstrijd van AZ voort.
Tabouni stuurt Evjen diep. De Waast. Aujan laat zich daar verrassen door Nigren. De invallen van zojuist. Daar is Peensel en Verhulst. Met een uitstekende redding. Peensel met de 0-2 op de schoen. Maar Verhulst voorkomt dat. De snelle Ghanese score verdubbeld. Peensel. Odi. Weinig gezien die Odi. Het zal toch niet komen dat hij dus in de eerste helft zijn hoofd stootte tegen de steiger hiernaast. Toen hij plekje op de tribune zocht om droog te blijven. We hebben weinig van hem gezien de tweede helft. De Waast. En hij de held van de wedstrijd voor Genk. Vukovic die nu de bal heeft. En daar is Verhulst. De held van AZ de tweede helft. Want hij... Stopt hier de inzet van Peensel, die op weg was naar de 0-2. Maar Verhulst houdt AZ in leven. Onuachu in duel met Maxime Gullit. Burgers Neto gaat de bal inlepelen. Gullit. Heeft genoeg lengte. Maxime Gullit. 19-jarige daar behende van Margaret. Ja, de weg naar het doel is lang. Hij gaat ook naar de zijkant. Rational Margaret. En dan wordt de bal afgesnoept. Nigren. Goed van Thijs Oosting. Hij heeft dan weinig afspeelmogelijkheden. En dan Sébastien de Waast, 29-jarige Belg, die de bal dan terugspeelt op zijn keeper. En zo is Cyril Dessers nog altijd de enige doelpuntenmaker in deze vermakelijke oefenpot. Na 19 minuten de penalty. Overtreding van Leeuwin. Op de mail opgekomen linksback. En Finse international Uronen. Maar AZ heeft die tweede helft met... Veel jonkies toch aardig wat kansen gekregen. Oosting 3 keer, Evjen 2 keer en Druif. Maar Vukovic was keer op keer staande weg. Die keeper van Genk. Nog 8 minuutjes. Heeft AZ om deze eerste oefenpot voor het nieuwe seizoen niet verliezend af te sluiten. Het is dus al Genks 4e oefenwedstrijd. Volgende week nog in Frankrijk bij Lens oefenen voor Genk. Dat op jacht is naar eerherstel, want vorig jaar werd het als regerend Belgisch kampioen. Werd het slechts 7e. En daarom hebben ze onder andere dus Cyril Dessers gehaald. Topscorer van de eredivisie voor om en nabij de 4 miljoen. Overigens heeft Genk nog wat andere spelers aangekocht. Kouassi van Celtic. Ito
En ook Munoz Mejía. Maar die zien we vandaag allemaal niet in actie. Vukovic met de lange bal. Gaat over Onuachu heen. Maar de Nor is daar nog altijd. Pikko Meiners. Nog 6 minuten hier in Alkmaar. Kenzo Goudmijn. Goed opening. Gezien, maar Sugawara niet gevonden. Geen overtreding van Hokkon Efjen, maar uiteindelijk toch gefloten. Overtreding op Peentse, die een paar minuten geleden dus dicht bij de 2-0 was. Maar Verhulst die met zijn linkerhand redding bracht. Maar voor een eerste oefenwedstrijd prima vermakelijk natuurlijk. AZ dat maandag pas is gestart met trainen. Eerste helft was het Dani de Witte een paar keer dicht bij een doelpunt. Ik scoorde niet ook, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. En na rust vooral dus Oosting en FJN. En dus een heerlijke kans voor Druif hier dan Onuachu. Maar het is Verhulst. Die voorkomt dat de Nigeriaanse international scoort. Onuachu daar. Die de strijd aan zal moeten gaan met Cyril Dessers. Onuachu die vorig seizoen overkwam uit Denemarken bij Midtjylland. Club die we wel kennen van Rafa van der Vaart. Onuachu werd voor maar liefst 6 miljoen gehaald. Dessers dus voor om en nabij de 4 miljoen deze zomer. En zij moeten gaan uitvechten wie de doelpuntenmachine gaat worden bij Genk dit seizoen. De eerste spits. Wat kan AZ nog? Begon die tweede helft dus met veel kansen. Ouwe-Jan. Reinders wil de bal graag hebben. Ouwe-Jan zelf op avontuur en loopt zich dan vast. Thomas Ouwe-Jan. Hoe gaat zijn seizoen worden? Vorig seizoen natuurlijk uit de basis gespeeld door Owen Wijndal. Daarvoor was hij de vaste opvolger van Habs als linksback, Thomas Ouwe-Jan. Vorig seizoen heeft hij zich toch moeten verbijten op de bank. Hokkon Efjen krijgt nog even een woordelijke vermaning. Die 20-jarige Noor. Die dus ook 2 keer dicht bij een doelpunt was. 1 keer op aangeven van Druif. 1 keer een briljant paasje. Lopje van Reinders. Matige paas van De Waast. 3 minuutjes. En dan zit de eerste oefenpot van het nieuwe seizoen erop voor AZ. 8 augustus en 15 augustus gaat er dus wederom worden geoefend hier in het stadion. Tegen toonaangevende tegenstanders uit Europa. Dat kan ik alvast verklappen. En op deze manier kunt u er ook gewoon bij zijn vanaf de camping. Gullit. Borges Neto. Peentzel tegenover Sugawara. Peentzel naar binnen. Goed geblokt door Efjen. Thijs Oosting. Kwam over van Emmen. Waar zijn vader natuurlijk een grootheid is. Jozef Oosting. Die nu overigens bij Vitesse in de staf zit. Thijs Oosting een aantal jaar geleden overgekomen op 16-jarige leeftijd. Is inmiddels 20. En Thijs Oosting deze zomer dus overgeven naar de A-selectie definitief.
Net als Motabuni. Hier de Norre. Onuachu ziet de bal aan zich voorbij gaan. Daar is Paintsil nog. Dwomo, jongste man van het veld. Of beter gezegd, jongste jongetje. 16 jaar pas. Ik weet niet hoe hij eruit zag toen hij 16 was, maar ik was nog niet zo groot. En ook nog niet zo goed in voetbal. Dat laatste is overigens nooit gekomen, maar dat heeft terzijde. Borges Neto mag inwerpen. En Genk gaat dan deze oefenwedstrijd waarschijnlijk winnen. Won dus 2 van de 3 eerder oefenwedstrijden. Union Saint-Gilles won het met 3-1 van Excelsior met 4-1. En afgelopen woensdag speelde het 3-3 tegen Utrecht. Dat was in Zeeland toen ze op trainingskamp waren. De Waast. De routinier demonstreert dat hij ook over wat techniek beschikt. Laatste minuut hier in Alkmaar. Op een prachtige grasmat. Een stadion dat in de stijger staat. Op weg naar vernieuwing, naar verbetering. En de eerste demonstratie zit er dan op. Scheidsrechter Eichelsheim kijkt ook op zijn horloge. Maxime Gullit. Ruimte aan de linkerkant bij Aujan, maar kiest de gemakkelijke weg richting Margaret. Of tenminste gemakkelijk de kortste weg door de lucht. Nog een keer op het horloge kijken. Het kan elk moment gedaan zijn. Nog één kans hopelijk voor AZ. Komt hier nog de gelijkmaker in die eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. AZ tegen Genk. Belgisch kampioen van 2019. Oh, Oosting krijgt de bal net niet lekker mee. Hij heeft zijn kansen gehad deze tweede helft. Thijs Oosting. De 20-jarige. En daar het laatste fluitsignaal. AZ verliest met 0-1 van Genk. Enige doelpuntenmaker Cyril Dessers na 19 minuten uit een penalty. Overtreding van Leeuwin ging daaraan vooraf. Dani de Wit kreeg de eerste helft een aantal mogelijkheden. De tweede helft waren er regelmatig mogelijkheden voor AZ. Via Oosting, Evjen en Druif. Maar het zat er vandaag niet in. Abonneer je. En 8 en 15 augustus gaat AZ op herhaling tegen topclubs uit Europa. Kun je ook weer live zien via deze AZ YouTube verbinding. Dus abonneer je daarop en mis niks. Ook de komende weken niet natuurlijk meer spelersinformatie. AZ dat verliest zijn eerste oefenpot. Weet niet te scoren, maar wel genoeg kansen gecreëerd. Het was alleen doelman Danny Vukovic van Genk die in de weg stond. Maar al met al kan Arne Slot denk redelijk tevreden zijn hier. Geen handen, maar elleboogjes. Genk wint en sluit zijn Nederlandse oefenperiode af hier in Alkmaar. Maar AZ gaat toewerken naar de volgende oefenwedstrijd. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer bij AZ TV.